Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn gelezen boeken van januari met je bespreken. Ik heb in januari maar 4 boeken gelezen. Dat is niet heel erg veel, maar het waren wel 4 boeken waar ik onwijs van genoten heb. Dus mocht je benieuwd zijn welke boeken ik heb gelezen in januari en of ik het aanraders vind, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Hartverwarmende Winter en is geschreven door Karin Rozenhart. En dit boek komt uit de Zilveren Vosreeks en dit is boek nummer 3. Dit boek draait ook om Iris. Iris die komt terug om haar familie weer bij elkaar te brengen. Zij woont eigenlijk al 6 jaar in Spanje, maar ze mist haar familie ook wel. En haar moeder heeft een hersenbloeding gehad en eigenlijk wil ze daarom ook niets liever dan weer terug bij hun in de buurt wonen. Want ze heeft gemerkt dat ze in de tijd dat ze in Spanje woonde, toen haar moeder die hersenbloeding kreeg, het gewoon heel erg lastig voor haar was om bij haar familie te zijn. Dus ze besluit om gewoon weer terug te keren naar Nederland. En eigenlijk heeft ze een missie, want ze wil eigenlijk niets liever dan haar vader en zijn zus weer bij elkaar brengen om hun band te herstellen, want ze hebben eigenlijk al jarenlang ruzie. Als ze terug in Nederland is, boekt ze dan ook een verblijf bij de Zilveren Vos. Alleen ze kan heel slecht wennen aan de kou van Nederland, omdat ze het warme Spanje is gewend. Dan gebeuren er in de Zilveren Vos een aantal dingen waardoor Iris bijspringt om daar te komen werken. En als dank daarvoor mag ze dus ook in een van de huizen wonen die bij de Zilveren Vos horen. Want die mogen bewoond worden dus door medewerkers. Het is een heel mooi huis en ze is er eigenlijk heel blij mee. Ze heeft er ook een buurman, een hele vriendelijke man. Dat is kok Morris. Alleen ze krijgt niet altijd evenveel hoogte van hem. Haar tante werkt ook bij de Zilveren Vos. En die is eigenlijk heel blij om Iris weer terug te zien. En Iris die wil eigenlijk heel veel weten over dingen van vroeger. En gooit elke keer eigenlijk al heel rustig een balletje op. Of haar tante het niet zou zien zitten om de band met haar vader weer te herstellen. Nou, haar tante houdt de boot eigenlijk een beetje af, want er is zoveel gebeurd dat, nee, dat ziet ze echt niet gebeuren. En Iris weet daar ook gewoon niet alles van, maar ze probeert daar dus wel achter te komen. Ze wil ook nog niet gelijk aan haar ouders vertellen dat ze weer voor vast terug in Nederland is. En uiteindelijk gebeurt dat dan toch wel, maar dat loopt ook niet heel vloeiend. Maar als ze dan uiteindelijk haar ouders weer heeft gezien, is ze dus ook wel heel erg blij. Nu ze ook meer met Morris optrekt, merkt ze toch dat er wel iets tussen hun is. Maar omdat Morris eigenlijk best wel gesloten is, vindt ze het moeilijk om hem te lezen. En kan ze niet echt goed peilen wat zijn gevoelens zijn. Ook gewoon de andere personages van de Zilveren Vos komen hierin voor, die je ook in de andere boeken hebt kunnen lezen. Maar die zijn dus nu een beetje meer bijzaak, omdat het dit boek echt wel om Iris en Morris draait. Of het Iris uiteindelijk lukt om de band tussen haar tante en haar vader te herstellen, laat ik in het midden. En hoe het tussen Morris en Iris afloopt, zal ik ook niet verklappen. Ik vond dit echt weer een superleuk boek. Ik moet wel zeggen, als je dit boek zou willen lezen, is het wel aan te raden om eerst de andere 2 delen te lezen. Zodat je al een beetje bekend raakt met de overige personages van de Zilveren Vos. Maar ik vond het echt een heel erg mooi boek. En ik ben ook eigenlijk benieuwd of er nog een volgend boek van uitkomt of dat dit echt de laatste was. Dat is me niet helemaal duidelijk. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Van Heel Je Geluk en is geschreven door Manuele Inusa. Deze komt uit de Kunstdromen boekenreeks en dit is deel 1. Dit boek gaat over Cecilia. Dit boek speelt zich ook af in het zonnige Californië en in dit boek staat Cecilia dus centraal. Zij runt een vanilleboerderij in Napa Valley en zij handelt niet alleen in deze specerij van vanille, maar ze maakt er dus ook nog heerlijke producten van. Koekjes, pasta, nou eigenlijk
alles waar je vanille in kunt stoppen, daar heeft zij wel een product voor. En naast dat ze dus ook de vanille verbouwt, heeft ze dus ook een eigen webshop waar mensen die producten dus kunnen bestellen. Ze heeft eigenlijk, doordat ze heel erg druk is met haar baan, wel heel weinig tijd voor haar beste vriendin Julia. En het liefdesleven, daar heeft ze al helemaal geen tijd voor. Maar ze vindt het ook wel lastig, want ze heeft een relatie gehad die niet zo leuk is geëindigd. En daardoor vindt ze het best wel moeilijk om zich weer open te stellen voor de liefde. Dan krijgt ze ineens een oproep voor een televisiereportage die graag... Dus een reportage willen maken over haar plantage en haar bijzondere vanille creaties. Ze vindt het best wel spannend, maar ze doet uiteraard mee. En het wordt uiteindelijk een heel erg mooi item. Dit wekt de interesse van Richard Banks. En hij is een eigenaar van een luxueus hotel. En als hij per toeval kennis maakt met de koekjes van Cecilia, is die eigenlijk helemaal verkocht. En als hij dan ook nog eens het item op tv ziet, is hij helemaal geïnteresseerd in Cecilia. Hij bedenkt dan ook dat hij een kruidenseminar wil geven. Eigenlijk is dit gewoon opgezet om Cecilia te kunnen ontmoeten, maar Cecilia weet dat niet. En hij doet dit samen met zijn goede vriend. Hij nodigt ze dan ook uit om dat seminar te komen volgen. Zij neemt Julia mee. Ze zegt dat Julia haar assistente is. Dat is in feite niet zo, maar zo hoeft Cecilia niet alleen te gaan. En eigenlijk is ze ook wel heel erg enthousiast dat ze mee mag doen aan dit seminar. En het ligt ook nog eens in het besneeuwde Lake Tahoe. En... het is echt een perfecte gelegenheid om de winter te ervaren, omdat ze dat eigenlijk in Californië niet kennen. Eigenlijk loopt alles heel erg op rolletjes. Cecilia heeft Richard eigenlijk ook gegoogeld op internet en dan komt ze per toeval zijn vader tegen, want ze hebben dezelfde naam. Maar ze hebben eigenlijk al best wel veel contact gehad via de mail. En als dan eindelijk het seminar aanbreekt, vinden ze elkaar in het echt eigenlijk ook wel heel erg aardig. En misschien ook wel meer dan dat. Het loopt eigenlijk de hele week wel goed, totdat het eigenlijk op het einde toch een beetje dreigt mis te lopen. Want Cecilia die is heel erg bang dat ze Richard uit is op haar geheim van waarom haar producten zo goed zijn en waarom haar vanille zo goed groeit. Dit is een geheim wat ze gewoon absoluut niet wil delen en echt bij zich wil houden. Want het heeft gewoon met de familie te maken waar ze liever niet over praat. Het kost Richard ook daarom best wel veel moeite om toch het vertrouwen van Cecilia een beetje te winnen. En als hij dan uiteindelijk iets over zichzelf vertelt wat best wel persoonlijk is... heeft Cecilia toch wel het gevoel dat het oprecht tussen hun is. En is het eigenlijk, worden ze eigenlijk toch wel verliefd. Maar hoe dat dan verder moet gaan als zij weer terug is naar Californië, dat is natuurlijk een beetje de grote vraag. Want ook haar vriendin Julia, die is inmiddels wel verliefd geworden. Alleen zij heeft al een plan gemaakt met haar nieuwe vriend. Hoe ze elkaar kunnen blijven zien, want dat hebben Richard en Cecilia niet gedaan. Dus hoe ze dit gaan oplossen, dat ga ik niet verklappen. En ik zal natuurlijk ook niet vertellen wat de grote kink in de kabel is, want er gebeurt nog veel meer in het boek. Maar dit vind ik de hoogtepunten voor dit boek. Ik vond het een heel mooi boek. Ik vond het in het begin een beetje moeilijk doorheen te komen. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik hem uitgelezen heb. En ik ben heel erg benieuwd naar het volgende deel in deze reeks. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Het Tassen Atelier Vol Liefde. En is geschreven door Anne Labus. En dit boek komt uit het Klavertje boekenreeks. En dit is deel 1. Ik moet zeggen, de voorkant deed me heel erg denken aan de boeken van Manuela Inusa. En dat waren de boeken die zich in Valerie Lane afspeelden. Maar uiteindelijk is het boek echt heel erg anders. Dit boek gaat over Lena. Lena is niet zo lang geleden weduwe geworden. En ze woont eigenlijk in Duitsland, maar... ze vindt het heel erg moeilijk om haar leven weer op te pakken. Ze krijgt gelukkig heel veel hulp van haar lieve buren, maar ze wordt geteisterd door nachtmerries. En zodra ze dus eigenlijk
daarvan wakker wordt, begeeft ze zich naar haar eigen kamertje, waar ze dus tassen maakt voor die weer weggaan naar een goed doel. Dan krijgt ze ineens een telefoontje van haar schoonzus. En die verontschuldigt zich dat ze eigenlijk niet bij de begrafenis van Martin zijn geweest. Dat is dus de overleden man van Lena. En ja, Lena is hier eigenlijk best wel boos over. Maar er schijnt dus meer gebeurd te zijn wat Lena eigenlijk niet weet. Ze nodigen Lena dan ook uit om naar Busby te komen. Dit is een plaats in Ierland. Ik weet niet of dit echt bestaat of dat dit fictief is trouwens. En haar schoonzus die heeft daar een schapenboerderij. En dat runt ze samen met haar man. En ze hebben ook nog twee dochtertjes. Maar die heeft Lena dus eigenlijk ook nog nooit gezien. Lena twijfelt eigenlijk wel heel erg of ze hierheen zal gaan. Want ja, ze vindt het allemaal al zo moeilijk. Maar ze besluit toch op het aanbod in te gaan. Ze wordt eigenlijk daar heel erg hartelijk ontvangen in dit dorpgemeenschap. En er is daar ook een handwerkclub. En als ze daar ook heen gaat, samen met haar schoonzus, die overigens Chris heet, ontmoet ze daar Katie. En Katie die weeft kleden. En ze raken eigenlijk al vrij snel bevriend. En ook al snel laat Lena aan de andere dorpbewoners zien hoe ze haar eigen tassen in elkaar zet. En de vrouwen zijn daar heel erg enthousiast over. Ook ontmoet ze daar Jack. Jack is eigenlijk een beetje een vreemde dorpsdokter waar je niet heel veel hoogte van krijgt. Hij is vrij gesloten, maar Lena heeft eigenlijk al heel snel een hele goede band met de hond van Jack. Doet Chris eigenlijk een hele onverwachte aanbod aan Lena. En moet ze daar een beslissing over nemen. Ook omdat het Lena momenteel financieel eigenlijk niet zo heel erg goed meer afgaat. Ze heeft ook nog wel een zoon. En die vraagt dan op een gegeven moment ook nog meer geld voor zijn studie. Terwijl hij eigenlijk al niet meer thuis woont. En Chris is daar eigenlijk heel resoluut in van. Hij moet ook leren om op eigen benen te staan. Dit wordt niet in dank afgenomen door de zoon van Lena. En daardoor is de band even ook niet zo lekker. De grote vraag is eigenlijk of Lena het roer om durft te gooien en of ze haar oude leven achter zich durft te laten om een nieuwe start te maken. Of ze dit uiteindelijk doet, zal ik in het midden laten. Uiteindelijk komen er echt nog veel meer leuke wendingen in dit boek, maar daarvoor zou je het boek echt zelf moeten lezen, want ik wil niet te veel spoileren, maar ik heb uiteindelijk genoten van dit boek. Het laatste boek wat ik heb gelezen is Het Winterse Wolwinkeltje. Is ook geschreven door Anne Labus en komt dus uit Klavertje, deel 2. Dit boek gaat over Katie. Katie heeft dus een eigen wolwinkeltje en ze geniet altijd heel erg van de winters in Busby. Ze wil samen met de vrouwen van de handwerkclub een kraampje op de kerstmarkt gaan neerzetten. En daar gaan ze dus ook eigenlijk hun eigen spullen verkopen. Katie heeft niet zo'n hele makkelijke tijd, want ze is erachter gekomen dat haar grote liefde haar eigenlijk al een hele lange tijd bedrogen heeft. En daardoor voelt ze zich best wel gekwetst, maar ook best wel eenzaam. Zaken gaan voor Katie op het moment even niet zo lekker, want als dan die ex ook nog eens dronken met zijn auto de wolwinkel inrijdt, heeft ze echt een heel groot probleem, want haar hele pui ligt eruit. Ze probeert er dan ook alles aan te doen om haar ex hiervoor te laten betalen, maar die werkt eigenlijk niet heel erg mee. Dan komt er een geheime jeugdliefde van Katie terug ineens naar Busby. En dit is Steve en die komt terug samen met zijn dochtertje. En er wordt eigenlijk met geen woord gesproken over de moeder van Mia, de dochtertje van Steve. En daar heeft Katie best wel vragen over, maar ze durft er ook niet eigenlijk
hem op de man af te vragen hoe de situatie precies zit. Steve logeert in een cottage en helpt haar eigenlijk al vrij snel en ook heeft ze een hele leuke band met Mia opgebouwd. Als ze dan echter van een avondje terugkomen, is er ineens allemaal schade in haar winkel toegebracht en is ze er eigenlijk heilig van overtuigd dat haar ex hier wat mee te maken weer heeft. Ze kan het alleen niet bewijzen en ze besluit daardoor een plan op te zetten met een andere man uit het dorp die voor haar voelt als een broer. En zo kunnen ze erachter komen of hij hier dergelijk wat mee te maken heeft. Steve is eigenlijk best wel een jaloers type, want hij heeft dus het idee dat Katie een verliefd is op deze andere man. Maar dat is helemaal niet zo, want Katie is verliefd op Steve. Ze durft het alleen niet echt goed kenbaar te maken, want inmiddels is ze erachter wat er is gebeurd met de moeder van Mia en weet ze niet hoe Steve erin staat om een nieuwe relatie aan te gaan. Dan doet ze een ontdekking die ze eigenlijk niet had zien aankomen en vindt ze het moeilijk om Stevie van op de hoogte te brengen en weet ze ook niet wat dit voor hun relatie zal doen. Ik ga verder eigenlijk maar niks over dit boek vertellen, want er gebeurt echt nog veel meer, maar anders zou ik te veel spoileren. En ik vond ook dit boek echt weer heel erg mooi om te lezen. Er is nog een boek uit deze reeks, maar die heb ik helaas zelf nog niet gelezen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar ook het laatste deel, maar ik vond het echt een hele mooie reeks. Dan waren dit mijn gelezen boeken van januari. Ik heb er stuk voor stuk van genoten. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of jij deze boeken misschien hebt gelezen of dat je misschien nieuwsgierig bent geworden naar aanleiding van deze video. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje van mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!